Dit weekend staat op het menu de World Cup schaatsen in Heerenveen met onder andere de veelbesproken massastart. En daarom vandaag in de voorwagen niemand minder dan schaatscoach Jillert Anema. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken we met de heer Anema, de heer Jillert Anema, alias de fanatieke. Jullie spreken met Jillert, ja. Jorrit Bergsma die moet zondag aanstaande de massastad rijden met Koen Verweij. Als dat maar goed gaat. Dat heb ik begrepen van de bondscoach, klopt ja. Wie verschillen er eigenlijk meer van elkaar? Jorrit Bergsma en Koen Verweij? Of Jozef Stalin en moeder Teresa? Jozef Stalin en moeder Teresa. Maar het spande erom, begrijp ik. Nee, in dit geval niet. Het zijn een man en een vrouw. En Jorrit en Koen zijn beide heren. U hebt uw pupil, Jorrit Bergsma, hebt u afgeraden om te werken voor de heer Verweij. Dat is niet correct. Dat is niet in het landsbelang, meneer Anema. En daar houden wij niet zo van. Helemaal mee eens. Ik heb dat ook dus niet zo gesteld. Straks Olympische Spelen, massastart. Als Koen Verweij en Sven Kramer dan samen met z'n tweetjes aan de start staan, hè, moeten wij dan alvast beveiliging regelen voor bondscoach Geert Kuiper? Waarom? Nou, omdat ik me voor kan stellen dat u daar niet zo blij mee bent. Nee. Kijk, de bondscoach kan het toch nooit goed doen in Nederland. En dat is met de voetbalcoach zo, dat is met de schaatscoach ook zo. Dus je zult dat rustig af moeten wachten. En op het moment dat je hem wint, kijk, het maakt niet uit welke twee rijders dat hij aanwijst. Ze kunnen hem winnen, omdat ze meedoen. Ja. En op het moment dat hij hem wint, dan wordt hij gewoon op de boerenkar door het dorp gereden. En op het moment dat hij hem verliest, dan worden zijn benen eraf gezaagd. Maar dat zal niet door mij zijn. Toch maar even noteren. Wat is volgens u het ideale koppel voor de massastart op de Olympische Spelen? Nou, dat weet ik op dit moment nog niet. Maar ik weet zeker dat een koppel Strudinga en Jorrit Bergsma, dat die gewoon een medaille gaan halen. Vindt u het goed dat we het ook nog even over shorttrack gaan hebben, meneer Anema? Ja, graag. Ja, u wilt die sport namelijk uit het programma van de Spelen donderen. Waarom in godsnaam, meneer Anema? Het is toch een fantastische sport om naar te kijken? Als dat het criterium is voor een sport als die op een spelen is. Maar wat shorttrack aangaat, is dat shorttrack is intrinsiek een gevaarlijke sport. En wat ik graag zou willen, dat als je op dat shorttrack, omdat er veel ijshockeybanen ter wereld zijn, dus en dat is een hele goede opstap naar schaatsen. Maar als je echt shorttrack, als je echt wil racen, dan vind ik dat die boarding moet weg. En je moet gewoon zorgen dat je een ruime baan krijgt, zodat je uit kunt waaien. Zodat ze op dat baantje topsnelheden kunnen rijden en het lang zo gevaarlijk niet is. Waar heeft u eigenlijk de grootste hekel aan? Shorttrack, Koen Verweij of Sven Kramer? Nee, alle drie niet. Alle drie, dus dat is op een schaal van 0 tot 100 beweegt zich rond de 1. Wat vindt u dan het leukste? Shorttrack, Koen Verweij of Sven Kramer? U moet kiezen. Ik denk dat Koen dat als schaatsen wel meest spectaculair vindt. Koen Verweij, staat genoteerd. Meneer Anema, we hopen u van harte dat de 10 kilometer in Pyeongchang de spannendste ooit wordt tussen Bergsma en Kramer. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten.